Goed mensen, dit is allemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Fellowship. Ik zit hier in mijn huis en wij gaan even ons spel afmaken. Want we hadden sowieso een yellow rune nodig. En we hadden sowieso nog meer runes nodig. Ik weet niet precies welke meer, dus we nemen gewoon alles mee. Hoppakee, dan hebben we in ieder geval genoeg. Daar is mijn Chocola. Super awesome. Jullie zeiden trouwens dat je gewoon left shift click hierop kon doen. En dat dat boekje dan gewoon wegging. Dat is best wel een chille tip. Hoppakee. En nu moeten we wat iron erin gooien. Kijk, hoppakee. Dit gaat allemaal zo makkelijk. Een stick. Nou, die hebben we toevallig al. Zo. En dan nog wat phantom dust. Kijk, zie je, er moeten toch wel twee uiteindelijk. En dit is de laatste, de spell parchment. En dan zullen we zien wat er gaat gebeuren, jongens. Zijn jullie er klaar voor? Ik zou zeggen, doe vals een like als je dit geweldig gaat vinden. Want ik ga het geweldig vinden. Here we go. Dat. Super awesome. Even kijken, nu heb ik dit dingetje. Een touch spel. En even kijken hoe dat werkt. En mag ik een plaatje kiezen? Wat voor plaatje gaan we kiezen? We hebben echt heel veel plaatjes om uit te kiezen. Spell recipe heet die nog. Nee, maakt niet uit. Het is een beetje lightning. Het is lightning touch damage. Dus het lijkt me wel vet om... Even kijken, een leuk plaatje. Een leuk plaatje zoeken. Dit is meer een orb. Oh, hier. Ja, deze. Oh, hoppakee. Nee, het is meer... Ik doe gewoon deze. Hoppakee. There you go. En dan? Next? Of gewoon escape. Ah, kijk. En wat doet dit nu? Als ik dichtbij erop sta, dan doet hij als het goed is, denk ik, damage, hè? Boom. Hij doet 1 damage. Hij doet niet zo superveel. Ik bedoel, 1 damage op een sheep, dat is echt 10 keer niks. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Waarschijnlijk was het... Omdat hij 1 leven had. En dan schiet het natuurlijk ook helemaal niet op. Heb ik nog wat dirt. Ja, dan moet ik natuurlijk mijn spelrecipe niet... Oh, wacht. Ik kan het even hierin doen. Misschien wat handiger, hè? Zo, dan proppen we die even hierin. En dan staat daar linksboven. Zoals het goed is. Ik hoop niet dat ik een combat raak. Want dan kan je het niet meer zien. Wat voor spel ik gebruik. Dat zal wel crap zijn. Maar dan kun je in ieder geval zien wat voor spel ik cast. Ik doe nu dus die ene. Hoppakee. En nu heb ik dus die lightning. Dat zie je als het goed is ook aan mijn hand. Even kijken hoor. Ja, jij zit lekker te eten. Nope. Doei. Boom. 4 damage. Ja, het is wel sterk. Alleen je moet heel dichtbij staan. Dus ik raad het niet aan om te doen. Het wordt al avond. Dus dat betekent dat ik... Even naar mijn huis gaan. Even gaan slapen. En dan gaan we maar gewoon weer op avontuur, jongens. Want dat is toch wel wat wij willen. Ik kon trouwens ook andere fishing rods maken. En mensen zeiden van... Je had waarschijnlijk een andere fishing rod voor dit. Om beter vissen te vissen. Zou je zeggen. En dat was inderdaad zo. Ik had inderdaad een andere fishing rod. Ik had toevallig een diamond fishing rod. En die wil ik ook binnenkort eigenlijk gaan maken. Klinkt misschien heel erg gay en heel erg saai. Maar geloof me, vissen is leuk. Geloof me. Zelfs in het echt. Gewoon in real life vissen. Dat lijkt me ook. Dat klinkt misschien heel saai. Maar als jij gewoon even de echte wereld wil escapen. Je wilt gewoon even in je eentje of met je vrienden, weet ik veel wat. Even lekker gaan vissen. Dan is dat serieus echt heel erg relaxed. Je wordt er rustig van. Het is. Je bent helemaal in je eentje. Niemand om je heen. Ligt dan natuurlijk ook waar je gaat. Maar als je gaat vissen, neem ik aan dat je een rustige plek gaat uitkiezen. Zo niet, dan... what the fuck? dat is gewoon heel relaxed. Ik vis nooit, om zo te zeggen. Ik heb echt de laatste tijd ook er wel over nagedacht om het weer een keer te doen. Maar nooit van gekomen, omdat ik het er ook gewoon... Ik vind het... Het is niet echt iets voor mij. Maar ik denk dat ik wel, als ik het zal doen, dat ik er heel erg rustig van word. Ik wou een zwaard maken. Dat is wat ik wou. Ik liep hier naartoe en dacht van, wat moet ik ook weer hebben? Ik moet ook een zwaard hebben. Even kijken, ik heb hier nog diamonds. Zo. Hey, dus stop ik ze weer terug. Goddammit, ik wou ze hier in mijn toolbar doen. There we go. Dan maak ik even nog een diamond sword. Unge-enchant. Ik kan hem natuurlijk wel voor 5 enchant. Maar jongen, dat is 10 keer niks. Dus ik ga sowieso binnenkort wel even enchanten. Nu niet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoppakee, there you go. Mijn hele toolbar is vergoed. Ik heb mijn fishing rod mee en dat wil ik niet mee. Zo, dus stoppen we de fishing rod. Stoppen we hierin. En dan doe ik mijn torches daar. En dan kan ik gewoon even lekker gaan slapen weer. En dan gaan we gewoon erop af, jongens. Dan gaan we dik raiden. We gaan dik een dungeon weer clearen. We gaan proberen weer dikke loot te claimen. Maar waar gaan we naartoe? Dat is een hele goede vraag. Ik kan dus even hier naartoe.
even hier kijken. Naar die moeilijke dungeons. Zullen we dat gewoon even doen? Ik denk dat dat best veel mensen willen. Ik denk echt van, Sam, ga alsjeblieft daar naartoe. Ik wil echt weten wat daar zit. Nou, weet je wat, bro? Dat wil ik ook. Ik wil echt weten wat daar zit. Want het schijnt dus een boss dungeon te zijn. Of in ieder geval een van de moeilijkere dungeons. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar dit ziet er meer uit als een Sky Village. Weet je wat? Ik zet hem gewoon even hier neer. There you go. En hoe kom ik er nu uit? Niet. Gewoon parkouren. Jij gaat er niet afvallen. Jij gaat er echt niet afvallen, toch? Ik moest eigenlijk mijn Chocopedia meenemen. Dat is misschien wel handig geweest. Nee, hoppakee. Weet je wat, misschien moet ik dit dan even weghalen. Het endstone. Dan blijft hij in ieder geval gewoon lekker hangen. En dan valt hij in ieder geval niet af. Want zo kan hij die niet afvallen. Hij kan het op het randje staan. En ik denk dat Chocobo's wel... Ja, blijkbaar kunnen ze twee blokken hoog springen. Hij kan natuurlijk ook vliegen. Alleen hij kan niet vliegen zonder dat ik erop ben. Dus dat is best wel heel crap. Dus daarom haal ik even dit endstone weg. Kan ik misschien later ook wel leuk gebruiken voor zijn pen. Ik denk dat dit zo'n blok wel uitziet. Leuk inderdaad voor zijn huisje. Voor de chocobo huisje. Dus een beetje wit. Marble staat ook wel vet. Maar ik ben endstone. Ik denk dat het wel leuk staat. Zo. Mag ik jou een setje geven dat jij niet meer erop kan. Hoppakee. En dan heb jij je eigen sky huisje. Dan gaan we even kijken wat hier nou precies zit. Ik zie een iron golem. Chill. Dat betekent dat we een iron farm kunnen uiteindelijk maken. Er zitten seeds in. Niet handig. En wat is dit? Aeum. Yo. Is dit gewoon serieus? Gewoon een sky village. Gewoon letterlijk een sky village. Niks bijzonders aan. Een power upgrade. Missile speed. Rockets. Click to learn research. Oké. Oh, nou dat is makkelijk. Ik heb het geleerd blijkbaar. Nou, we hebben het misschien later wel nodig, jongens. Dus weet je wat? Ik neem het gewoon mee. Ik weet niet wat ik eraan heb. Maar later heb ik er waarschijnlijk meer aan dan nu. Dus, want ik ben ook helemaal niet van plan om nu momenteel iets te doen met... Oh, jullie denken waarschijnlijk wat ik denk, hè? Woep! Yoshi, daar gaat Yoshi. Woep! Daar gaat Links. Nee, maar in ieder geval... later met Ancient Warfare wil ik wel wat gaan doen. Alleen momenteel... Waarom kan ik die nog niet leren? Dan heb ik hem al geleerd. Maar nu denk ik er echt nog niet over. Ik denk van... joh, dat Ancient Warfare, het is hartstikke leuk. Alleen wat heb ik eraan? Ik bedoel... Ancient Warfare is leuk multiplayer. Alleen in singleplayer lijkt het een beetje matig. Dus ik ben er ook helemaal niks van plan nog mee. Wauw, ik heb een Diamond Armor Horse gevonden. En een name tag. Een houtje Flame Rocket heb ik gevonden. Een iron ding gebeuren. Maar dus, kijk, ik collect het nu allemaal wel. Ik neem het wel mee voor later als ik een keer iets mee wil doen, snap je? Maar ik denk niet echt van, oh, laat ik nu wat ermee wat gaan doen. Nee, nee. Dat ga ik dus zeker weten niet. Maar ik vind hier dus wel allemaal zieke loot. Alleen, ik weet echt niet wat ik er dus aan heb. Want ik vind hier wel leuk een boot, ballista en chest card. Oh, dat klinkt wel sick. Maar als hier nog niet iets zit, dan ga ik maar verder. Want anders vind ik toch constant hetzelfde. En dan weet ik wel wat het is. Yes, mag ik even kijken? Counterweight weapons. Airburst. Grape shot. Ik veel wat. Nou, ik mag kijken die. En dan gaan we zo links. En dan gaan we naar dat andere floating island. Die zat als het goed is. We zagen toch nog een floating island. Ja, hier zo. Dan gaan we daar even naartoe. Moet ik natuurlijk wel eerst even naar huis. Oh, arrows. Ja, kan ik wel even meenemen. Ik moet natuurlijk eerst even naar huis om even mijn Ancient Warfare spullen terug te leggen natuurlijk. Dat is best wel logisch, want anders loop ik hier met super veel stuff. En dat is niet chill. Dus Chocobo, are you ready again to fly? Woep! Yes, he is. Hoppakee. Wow, zie je dat op de grond? Wow. Wow. Zie je dat op de grond? Dat ziet er best wel heel erg sick uit. Is dat end? Is dat om naar de end te gaan? Een fortress ding? Ik denk het niet, hè? Ik denk als ik hierin ga, dat ik dan uitkom. Maar hier ben ik al eerder in gegaan. Heel weird. Dan wil ik dan binnenkort wel even kijken of ik daar wat kan. Zo, Chocobo, jij mag leuk weer hierin. Dan moeten we natuurlijk even gaan afdalen. En dat duurt natuurlijk 10 uur. Hoppakee. Zo, thank you very much. Ja, 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 hier krijg je een veertje. Dan wordt hij ook echt heel erg blij van. Als ik een veertje van hem geef. En dan is hij blij. Hier, veertje komt van jou vandaan. Maar hier mag hij terug. Ook had hij ook nog een diamond sword liggen. Nou ja, weet je wat? Dat is ook mooi voor de decoratie. Ik wil natuurlijk niet alles gebruiken. Voor mijn decoratie. Voor mijn serie, om zo te zeggen.
En dan heb ik Diamond Horse. En dit leg ik ook wel even allemaal hier neer. Zo. En dan gaan we nu dus even kijken wat daar precies zit. Ik neem toch wel even... Nou, Fire Resist Potion misschien wel handig. Ik neem een Regeneration Potion. En nog een Regeneration Potion neem ik mee. Lijkt me wel handig voor als ik misschien iets gaat gebeuren. Misschien is het daar heel sterk. Misschien zit daar wel een eindbaas. Oeh, sorry. Oeh, shit. Sorry, bro. Ik heb geen healing staff. Sorry, ik heb hem niet mee. Sorry, Chocola. Het is een hij. Ja, want ik heb in het... Chocopedia heb ik gekeken. Dat was een hij. Dus het is een hij, terwijl hij op een zij lijkt. Omdat hij een raar kuifje hebt, vind ik. Woehoe, hij wil niet gezien worden. Goddammit. Hier zo is het. Dus richting deze kant. En dan komen we als het goed is dus het flying ding achter. Of tegen. En daar is dat ballista wat ik heb neergelegd. Dat massive ding. Zie je? En dan is hierboven heb je dat ding. Als ik nu omhoog ga. Ik zie hem niet. Oh, de wolk zagen ze ervoor. There we go. Spanners zie ik. Blazes. Enchantment tables. Oké. Ik weet dat dit heel erg gevaarlijk gevoel is, jongens. Maar ik kan dit. Weet je waarom? Weet je waarom? Waarom ik dit kan? Omdat mijn choke... What the fuck? Oké, nou, die is even weg. Zag je hem? Holy shit. Kijk, ik heb een Fire Resistance Potion. Van hoe lang? 8 minuten. Dat betekent dat geen één blaze mij aankan. Super chill. Dus dat gaan we gewoon even proberen om die blaze pannen sowieso even kapot te maken. En even blaze sticks mee te nemen. Lijkt me ook wel chill. Zo, kijk. Dus een beetje een skybridge maken. Hoppakee. En die blazers kunnen echt totaal niks tegen me. Omdat ik een Fire Resistance Potion heb. En... Blazers zijn toevallig van vuur gemaakt. En dus ze doen helemaal geen damage meer op me. Allereerst moet ik even al die dingen kapot maken. Al die spanners. En wellicht kunnen we wel even... Nee, ik ga niet farmen hier zo. Dat doe ik later wel. Zo, weet je wat jij wel kan doen? Ik kan even iets zachter worden. Oh, kijk, hier een rare. Maakt niet uit, joh. Ik own je wel. Oh, dit is echt een hele sterke trouwens. Een Enderborn. Enderborn, Grafty Storm, Bulwark, Blast of Ender. Oh, maar ik wil niet doodgaan, jongens. Dat is niet wat ik wil. Misschien is het handig om eens even deze kapot te maken. Zo. Hoppakee, dan kan jij rustig doodgaan. En dan neem ik toch maar even een regen potion. Ik vind het niet veilig. Ik wil heel voorzichtig zijn. Ik wil echt niet doodgaan. Waar is hij? There you are. En hij is down. Oké. Die chesten pak ik later wel. Ik wil eerst dus al die dingen kapot maken. Nog één. Wauw. Dit is een vampire wizard. Iets dergelijks. Zo. En hier ook nog een blaze spannetje. Maar jullie kunnen me geen damage doen. Oh, wat is dit heerlijk, jongens. Wat is dit handig. Dat ze gewoon echt geen damage doen. Zo. En ik heb 6 blaze rods. Best wel chill. Hier enchantment tables. Die neem ik ook wel mee. Dat vind ik ook wel fijn. En nou, nu komt het, jongens. Het loot. Wat gaan we hier vinden? We gaan hier een boek vinden. Glass bottles, een bookshelf. Glass bottles neem ik maar mee, want ik bedoel, ik heb er toch al eentje in mijn inventory zitten. Wat is hier? Een Bottle of Enchanting. Oh, sorry. Dat is ook best wel chill. Een Nether Ward. En een 9 van... Oh nee, die had ik erin gelegd. Hurp derp. Hier is niks. Daar is ook niks. En hier zijn nog wel veel chesten. Nog een Bottle of Enchanting. Zover is het echt... Voor hoe moeilijk dit is, is er echt hele slechte loot. Alleen maar boekenkasten en zo. Beetje matig, jongens, dit. Het loot hier zo. Nee, ik had beter verwacht. Maar ik ben in ieder geval wel blij wat ik heb. Wat zal er boven zijn? Zal er boven nog wat in zijn, denk je? Het zou zomaar kunnen. Kijk, dit loopt zo dood. En dit loopt nog een beetje door. Kijk, zie je? Er zit hier nog, denk ik, wat. Nee, helemaal niks. Oké, jammer. Chocobo. Hoe gaat het met mijn Chocobo? Oh, die space er nog steeds. Oké, ik moet daarin landen. Of daar. Is misschien wat makkelijker. In dat water. Zal ik dat maar even doen? Dat is hier. Oké, Geronimo! Plons. Oh, met allemaal andere yellow chocobo's. Maar wat de fuck heb jij? Wat de fuck, serieus? Wat de fuck? Ja, ik weet echt niet wat mijn chocobo heeft gedaan. Maar ik denk dat hij wat verkeerds heeft gegeten of zo.
We kunnen nog wel even een rondje maken. We kunnen wel even via het bos hier gaan. Even kijken of we hier toevallig nog wat kunnen discoveren. Ik wil sowieso de volgende aflevering wil ik nog even kijken wat er in die andere dungeon zit ondergrond. Ik ben toch echt heel erg benieuwd of daar wat zit. Want het zag er gewoon sick uit. Ik wil een ondergrondse dungeon heb ik nog helemaal niet gedaan in mijn serie. Ja, in deze serie dan, in de echte Fellowship. Maar ik heb er een goed gevoel over. Als er iets zit zoals een orb van Magicka, Ars Magicka, dan is het super chill. Kijk, hier kan ik ook in. Maar dan is dat super gunstig, want die heb ik heel veel nodig. Omdat ik dan level up ga met Ars Magicka. En dan kan ik meer talents kiezen, dan kan ik meer magic maken enzovoort. Dus dat heb ik sowieso nodig. Chocobo, ik zet jou hier neer. En ik zet mijn kijkers ook hier neer. Want jongens, ik ga afsluiten. Hartelijk bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, vergeet even niet op dat groene duimpje te klikken. Dat zal ik in ieder geval hartstikke leuk vinden. Vergeet niet op dat groene duimpje te klikken. En natuurlijk te abonneren op Project Minecraft. Ja, jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. En dat wat ik kan zeggen is... Peace.